woensdag 9 oktober. Wij staan op het Malieveld bij de demonstratie van de publieke omroep, die heel boos is over de bezuinigingen van in totaal 300 miljoen euro op de media. Belachelijke actie, minder programma's en meer commerciële zenders. Daar zijn wij ook tegen, dus wij zijn erbij. Freek, waarom is de publieke omroep belangrijk? Nou ja, het is een van de fundamenten, een van de bouwstenen van onze beschaving. En in het leven geroepen om die beschaving te bestendigen en om die beschaving vorm te geven en om die beschaving te manifesteren. Waarom sta je hier? Omdat ik het heel belangrijk vind dat de programma's die we bij de publieke omroep maken, dat die blijven bestaan. En voor mij als theatermaker brengt het heel veel verdieping op de Nederlandse tv, dus ik wil graag dat het blijft. En waarom wil jij dat de publieke omroep blijft bestaan? Ja, ten eerste, ik werk er en ik werk voor NTR Drama. En drama is eigenlijk al heel erg klein, dus het moet gewoon echt blijven bestaan. Ik ben een publieke omroep mens, daar ben ik al heel lang. En daar heb ik heel veel liefde voor. Ik vind dat wij een organisatie zijn en dan heb ik het over al die omroepen en al die mensen die iedere dag proberen de mooiste programma's te maken met heel veel inzet en heel veel energie. En dat er op dit moment een bezuinigingspakket ligt. Die 200 miljoen zijn we heel hard mee aan de slag gegaan. Heel voortvarend mee aan de slag gegaan, vind ik. En daar worden al beslissingen genomen waarvan je kunt denken, nou, mag hopen dat het kaartenhuis overeind blijft. Maar als er nog eens 100 miljoen extra bij komt, dan gaan we echt een probleem krijgen. Dan ga je dat op programmaniveau niet alleen voelen, maar dan ga je ook zien. En dat is zonde. Want daarmee maak je iets kapot waarvan ik vind dat het niet weg mag. De volgende 100 miljoen landt direct op de programmering. Dus de kijkers en luisteraars in Nederland gaan direct merken dat de programma's zullen gaan verdwijnen. Dat misschien er geen dagtelevisie meer gaat zijn. Dat de kinderprogrammering in gevaar komt. Dat we keuzes moeten gaan maken in programma's. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, het zijn precies de 100 miljoen die ons de nek omdoen. We hebben loyaal meegewerkt aan het eerste deel. En nu is het gewoon te veel. En waarom heeft Nederland de publieke omroep nodig? Omdat je alleen door middel van de publieke omroep een ander geluid hoort dan alleen maar de commercie. Wij willen juist die onafhankelijkheid van de publieke omroep waarborgen. We willen de diversiteit van de publieke omroep waarborgen. Omdat je op die manier een heel gedifferentieerd geluid hoort in de media. Terwijl anders alles hetzelfde wordt. Voor elk wat wils. Als je zaterdags in het weekend gaat chillen, dan kijk je Nederland 3. Muziek. Ik ben heel erg fan van muziek. Als ik een documentaire wil zien van tegenlicht, kijk ik naar de VPRO. Nou, als ik bijvoorbeeld iets van een documentaire wil zien, kijk naar de EO. Zo pluriform, dat is toch mooi? Erik, waarom sta jij hier? Ik ben aan het werk. Je bent aan het werk, je hebt niets te maken met de inhoud van deze manifestatie. Niets mee te maken. Je hebt mensen die zijn altijd maar aan het werk, Jasper. Zouden er meer van moeten zijn in dit land. Je bent het roerend eens met die bezuinigingen. Gaat lekker met Dekker. Nee, ik ben niet eens met die bezuinigingen. Ik vind dat die bezuinigingen wel echt, come on man, 200 miljoen euro, dat was al heel erg veel. En nu nog een keer 100, dat is echt te veel. Als je dat gaat doen, dan hou je bijna niks meer over. Jan, ben je tevreden met de opkomst? Ik ben heel blij met de opkomst. Ik ben blij met de 261.000 mensen die de petitie hebben ondertekend. Maar ik ben niet blij met het antwoord van staatssecretaris Dekker, die de crisis misbruikt en steeds maar roept, we moeten allemaal bezuinigen. Maar eigenlijk voert hij gewoon het VVD-standpunt uit, namelijk de smalle publieke omroep. Laat hij dat dan gewoon zeggen en niet hier een bla-bla-bla verhaal ophouden van ja, mensen, we moeten allemaal bezuinigen, dit en dat. Wij gaan 200 miljoen bezuinigen, maar de VVD heeft maar één doel voor ogen. En die kans, die grijpen ze nu, omdat ze de macht hebben. Dat is een smalle publieke omroep, een elite omroep, die er niet meer van en voor iedereen is, terwijl de mensen daar wel voor betalen. Dat is het gekke. De regering, we kunnen wel zoveel bezuinigen. Als de publieke omroepen maar meer reclame gaan uitzenden, dan komt alles goed. Wat vind je daarvan? Nou, daar ben ik het niet mee eens, want dan onderscheiden we ons niet meer van de commerciële. Ik denk juist dat we bij de publieke omroep ons juist uniek maken door niet om elke 10 minuten weer een blok reclame er tussendoor te voeren. En ik ben dan ook bang dat er meer inmenging komt van de commerciële partijen, dus grote bedrijven, in de programmering. Ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien dat wij daar juist ver vanaf staan en onafhankelijk zijn. Als wij geen publieke omroep hebben meer, dan zijn de mensen overgeleverd aan de commerciële omroepen. Heel veel van hetzelfde. Geen goed nieuws meer, geen sport, geen duiding, geen consumentenprogramma's, geen onderzoeksjournalistiek, geen mooi drama, geen ochtendprogrammering en ga zo maar door. Dat verdwijnt allemaal
dankzij de VVD. En ik loop nu heel veel de VVD te bashen, maar vergeet de Partij van de Arbeid niet. Want zij zijn net zo goed schuldig van wat er hier nu gebeurt. Jasper, dan heb jij zelf heel veel mensen geïnterviewd. Maar ik wil nou eens eigenlijk weten wat je er eigenlijk zelf van vindt. Ja, ik vind het hartstikke goed dat de publieke omroep hier vandaag staat te demonstreren. De regering die wil echt snijden om te snijden in de publieke omroep. En dat gaat ten koste van programma's, kwaliteit. En dat moet je niet doen. Maar is hier nou werkelijk dan niks te halen? Er is al 200 miljoen bezuinigd op de publieke omroep door Rutte 1. En dat is redelijk goed opgelost door al die omroepen te laten fuseren. Maar deze 100 miljoen die er nou nog een keer bovenop komt, dat is, gaat te ver. Dan ga je programma's kwijtraken, dan krijg je versraling. En dan raak je de brede publieke omroep kwijt en dan wordt het een smalle omroep voor een klein publiek. Maar geef eens een voorbeeld waar je dat dan dadelijk aan gaat merken. Wat voor programma's verdwijnen er dan of waar zit die verschraling dan in? Nou, die omroep die zal daar zelf keuzes over moeten maken. Dus daar gaan bijvoorbeeld Klokhuis gaat verdwijnen of andere programma's. Ja, die titels, dat is allemaal nog niet bekend, want het gaat over een paar jaar gebeuren. Maar als jij zo hard doorbezuinigt, dan komt dat op een gegeven moment op de redactievergadering terecht. En dan is het van jongens, of dit programma eruit of dat programma eruit. En is er nou een meerderheid in de Tweede Kamer? Ik bedoel, steunt de Partij van de Arbeid deze PVV-agenda? De Partij van de Arbeid staat hier achter, samen met de VVD. Het is een idee van de coalitie. En de enige partij buiten de coalitie die dit steunt, is de PVV. Die staat te juichen om deze bezuiniging. Want het is natuurlijk ook een PVV-plan. Het is snijden om te snijden. En ik vind het schandalig dat de Partij van de Arbeid daarin meegaat. Dus Sander Dekker, je bent niet lekker. Doe het gewoon niet. Zie hier vanaf.